الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. We beginnen met een aantal ayat. Ayat van de Koran zo meteen te reciteren. Alvorens teken ik even voor jullie het beeld. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is er aan de hand in Mekka? Mekka heeft al jarenlang de profeet sallallahu alaihi wasallam niet meer mogen ontvangen. De Nabi sallallahu alaihi wasallam heeft gehoord dat de mensen in Mekka het contract hebben verbroken met hem. Dus hij heeft 10.000 sahaba verzameld. 10.000 sahaba onder het leger van drie generaals. Drie generaals. Hij heeft als allereerste Zubair ibn Awwam. Hij heeft Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah. En Khalid ibn Walid. Die allemaal een groep leiden richting Mekka. De profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt tegen hun als allereerste. Zodra ze aankomen in Mekka, verbreken jullie vasten. Want dat was voor hun ook Ramadan. Net zoals het voor ons Ramadan is. Dan zegt de Nabi sallallahu alaihi wasallam tegen hun. Stop jullie zwaarden weg. Hier in Mekka willen we niet bloedvergiet veroorzaken. Stop jullie zwaarden weg. Want deze fetah zal een fetah zijn zonder slag. En hij reciteert de ayat van Surat al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayk. Allah Azawajal heeft hem namelijk deze overwinning al beloofd in de Koran. En de Nabi sallallahu alaihi wasallam is zich echt op de hoogte dat nu hij eindelijk heel Mekka onder zijn controle krijgt, dat het niet zijn controle is, maar de controle van Allah. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam komt niet met zwaard omhoog binnenrijden. Hij zit op zijn kameel in sujud. En hij maakt zichzelf heel klein voor Allah Azawajal. En zo komt hij Mekka binnen. En hij zegt tegen de sahaba, raak zelfs de planten niet aan. Dood niemand onnodig. Behalve een paar mensen die geëxecuteerd worden, niemand aanraken. Als ze bij de Kaaba staan, als ze in hun huizen staan, als ze richting het huis van Abu Sufyan zijn gegaan, laat ze met rust. En de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Met al deze sahaba. Na jarenlang, sinds Ibrahim alayhi salam, is er koffer en shirk in Mekka, loopt richting de Kaaba. En hij maakt alle standbeelden kapot. Daar een standbeeld, daar een standbeeld, daar een standbeeld, daar een standbeeld. En terwijl hij dit doet, reciteert hij weer een ayah van de Koran al-Karim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. En wat blijft er over van de leugen als de haq is gekomen? Wat blijft er over? De Nabi sallallahu alaihi wasallam reinigt de Kaaba aan de buitenkant. Dan vraagt hij om de sleutels. De sleutels van de Kaaba. En hij opent de deur. Zodra de deur geopend is, gaat hij naar binnen. Hij haalt de tekeningen die aan de muur zijn weg. Hij ruimt alles op. Maakt de standbeelden stuk. En de Nabi sallallahu alaihi wasallam roept dan en zegt... Waar is Uthman ibn Talha? Waar is Uthman ibn Talha? Want de amana moet worden teruggebracht. Zoals Allah Azawajal heeft gezegd in de Koran. Breng de amana terug bij de mensen die het is toevertrouwd. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Deze ayah is tot de dag van vandaag nog van kracht. De man die de sleutels in zijn handen heeft van de Kaaba is niet de Saoedische overheid, maar is een man die een klein zoon is van Uthman ibn Talha. Want Allah heeft gezegd dat die sleutel bij zijn familie zou blijven en bij zijn kinderen zou blijven tot Yawm al-Qiyamah. Zo zie je dat de belofte die je maakt aan moslim met Allah altijd uitkomt. Bij Allah en wa'd met Allah azawajal is zwaar en weegt zwaar. De Nabi sallallahu alaihi wasallam zegt dan, waar is Bilal ibn Rabah? Want in dezezelfde straten van Mekka was er één persoon die altijd geslagen werd en gemarteld werd, maar nog steeds zei ahadun ahad, ahadun ahad. En dat was niemand anders dan Ibn Rawah. En Ibn Rawah die klimt op de Kaaba en die begint voor de allereerste keer, terwijl de kofar van Quraysh daar nog zitten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
De mensen toe te spreken. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft ons gewoon een principe geleerd. Dit is geen hadith, maar het is een principe. En het principe is, gemaakt te dienen toedaan. Zoals jij doet, zo wordt met jou omgegaan. Al jaza'u min jins al-amal. De beloning is op het niveau van hoeveel moeite je hebt gedaan. En er is niemand die meer moeite heeft gedaan om tawhid te verkondigen onder de mensen die onderdrukt werden dan Bilal. Dus zijn beloning is ook dat hij boven allemaal mag gaan staan die dag. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Praat en kijkt iedereen van Quraysh aan. Al die mensen die hem al die jaren hebben gemarteld. En hij zegt tegen hem, wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? Wat denken jullie dat jullie oordeel is vandaag? Denken jullie dat ik jullie ga doodmaken? Denken jullie dat ik een tiran ga worden? En zij zeggen tegen hem, we kennen jou als een rechtschapen broeder. En hij quote Yusuf alayhi salam in de Koran. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Wees niet bedroefd. Vandaag is Allah barmhartig over jou. Hij zal jullie vergeven over wat jullie mij hebben aangedaan. Want Allah is de meest barmhartige, de meest vergevingsvolle. Jouw profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is een man. Hij is geen mietje. Wallahi, je kan de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet flashen. Je gaat eraan. Maar jouw profeet sallallahu alayhi wa sallam is barmhartig. Hij is rahmatul lil alamin, een barmhartigheid voor de mensen. Hij doodt niet onnodig. Hij overlegt. Hij beslist samen met zijn sahaba. Hij is een generaal. Hij is een echte mujahid fi sabilillah. Maar hij is niet iemand die van bloedvergiet houdt. Laat het nooit gebeuren dat iemand jouw profeet sallallahu alayhi wa sallam wegzet als zo'n oorlogsmisdadiger. Wallahi, dat was hij niet. Hij had meer ethiek dan iedereen. En zijn pink, jouw Nabi sallallahu alayhi wa sallam, is een profeet van waardigheid en Allah heeft hem Mekka geschonken. Zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala vanaf die dag tot vandaag Mekka vrijgemaakt van shirk en kofr. Mogen Allah azza wa jal tevreden zijn met ons en ons vergeven voor het feit dat wij al deze fouten maken. Ya Rabbil Alameen, laat ons allemaal snel naar Mekka gaan. Allahumma ameen. O Allah, stabiliseer veiligheid en adel en rechtvaardigheid en correcte siyasa in Mekka. Allahumma ameen. Ya Rabbil Alameen, bescherm ons voor alle vormen van dhulm van siyasa. Ya Jalal wal Ikram. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين